Het Skyline TV nieuws van woensdag 11 juni met vandaag onder andere een ongeval op de N279 en Brabant in actie voor 0 verkeersdoden. Een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de Rijksweg N279 is dinsdag aan het einde van de middag gunstig uitgevallen. Ambulance en brandweer rukten met loeiende sirenes uit omdat er sprake was van een beknelling. Ter plaatse bleek dat gelukkig mee te vallen. Er was alleen flinke schade aan beide voertuigen. Er zat niemand bekneld en de chauffeurs liepen ook geen letsel op. Op meer dan 1000 plekken in Nederland was het woensdag de buitenspeeldag. Vanaf 1 uur stonden er diverse activiteiten op het programma. Met de buitenspeeldag willen initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen en te bewegen. Buitenspelen is meer dan alleen leuk. Buitenspelen is heel goed voor kinderen. Juist in een tijd waar 80% van de kinderen onvoldoende beweegt, houdt buitenspelen hen meer in beweging. Op het Meijerijplein in Veghel mocht iedereen vandaag achter het stuur van een vrachtauto plaatsnemen. En daarbij kreeg men uitleg van Paul Berlo, die vertelde wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan waarnemen. De chauffeur ziet eigenlijk best weinig. Natuurlijk omdat hij die grote wagen om zich heen heeft. Het belangrijkste wat de chauffeur niet ziet is de mensen die dichterbij staan, die ook hem niet zien. Wat is nou de boodschap van een chauffeur? De boodschap van de chauffeur is: maak contact met de chauffeur. Kijk hem aan in de spiegel of rechtstreeks, zodat je weet, ik zie hem, hij ziet mij. Dat is eigenlijk het belangrijkste van wat je met de chauffeur moet doen. Maar het komt dagelijks voor, de positie naast een vrachtauto. Of zou je moeten zeggen, je kunt beter niet naast een vrachtauto gaan staan? Beter niet langs de vrachtauto gaan staan. Het kan wel, maar zorg dat je in ieder geval 1 meter of 3 achteruit de bak staat. Want dan kan de chauffeur je nog zien. Maar het beste is, achter de wagen, gewoon even netjes wachten. Wacht gewoon een minuut en dan is het veel fijner voor jezelf ook. Verkeer is natuurlijk een samenspel. Verkeer is zeker een samenspel. Je moet samen zorgen met vluchtig contact om de zaak veilig te houden. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Heeft u nou zelf ook iets naars meegemaakt op dit gebied? Ik heb wel eens ooit meegemaakt dat er een scooter gewoon van de zijkant kwam. Zo hard reed, eigenlijk de auto net aanraakte, deed er eigenlijk gewoon van schrok. Ik had hem niet gezien, onmogelijk. Ding reed te hard, hij zag mij niet, ik zag hem niet. Ja, en dat zijn vervelende dingen. De mogelijkheid om zelf achter het stuur van een vrachtauto deze ervaring op te doen, was eigenlijk bedoeld voor ouderen. Maar eigenlijk is dit ook een must voor iedere weggebruiker. Vindt ook Paul Berlo. Ik denk dat het belangrijk is voor iedereen die op maar aan het verkeer deelneemt. Jong, oud, scooterrijder, brommerrijder, autorijders. Valide, minder valide, er eigen bewust moeten zijn dat je samen voor de veiligheid zorgt. En dat iedereen eigenlijk zou moeten ervaren van wat ziet een chauffeur? Hoe remt zo'n wagen? Wat gebeurt er als je met zo'n gewicht door de bocht heen gaat? Dat is belangrijk. En welke ruimte heeft een chauffeur achter zich? Want ook daar moet je eigenlijk niet te dicht achter een vrachtwagen gaan staan. Nee, zorg als je ook achter de wagen gaat staan dat je zichtbaar bent, maar dat je ook niet te dichtbij gaat staan. Hou minstens 3-4 meter afstand. Want als je recht achter de bak staat, we hebben geen idee dat je er bent. Dat geldt ook voor auto's. Kleine auto's die dicht tegen de klep aan staan, heb je geen idee van. Zo steek je een keer achteruit, zo heb je een ongeluk. En om de dode hoek bij een vrachtauto nog eens duidelijk te maken, geeft Paul Berlo zelf een demonstratie. Als een fietser, bromfietser, scooterrijder, als die hier naast de plaats staat waar je nu staat, naast de vrachtwagen, dan zie je hem wel? Want ik kijk in de spiegel en ik zie de chauffeur. Maar zet ik hier 30 centimeter naar rechts, gewoon 1 stap, dan ziet hij mij al niet meer. Zo vaak sta je ook van de vrachtwagen af. Zo sta je erin, zo sta je eruit. Het gaat over 30 centimeter afstand tussen leven en dood misschien wel.